Maar waar ik eigenlijk heel erg benieuwd naar ben, is van wie is in godsnaam nu Terrence Lauwerhorn? Ja. Ja, maar je bent niet een van de jongsten meer. Nee, ik ben pas op latere leeftijd beginnen te schrijven. En ja, dat was eigenlijk meer om erachter te komen van vind ik dit leuk. En ik weet eigenlijk niet wat me ertoe aangezet heeft om inderdaad een boek te gaan schrijven. Mijn eerste boek, wat nogal obscuur is. Maar goed, toen ik dat schreef ontdekte ik wel dat ik echt wel wilde schrijven. En, wat heb je daarvoor gedaan dan? Ja, ik heb daarvoor van alles gedaan. Ik heb gewoon gewerkt, zoals iedereen. Ik ben heftruckchauffeur geweest, ik ben huisschilder geweest. Ik ben zelfs grafisch vormgever geweest, wat ik erg leuk vond. Maar, dus toen ben ik daarna maar weer een gewoon baantje gaan zoeken. En als hobby ben ik op een gegeven moment begonnen met schrijven. En ik vind het eigenlijk steeds leuker worden. Je vindt het maar hoe lang schrijf je al dan? Sinds 2011. Eigenlijk een hele jonge oude schrijver of is het een hele oude jonge schrijver? Het is een wat oudere schrijver met een hele jonge geest. Wil je de wereld groter maken, kleiner, mooier? Jawel, daarom schrijf ik ook graag. Ik wil de mensen ook graag iets geven, weet je wel. Iets leuks geven wat gewoon ook hun gedachten zeg maar, aan het werk zet. Mm-hmm. Ja, waardoor... Dus het is meer dan schrijven? Het is ook een boodschap meegeven. Ja, het is altijd meer dan schrijven. Bij mij wel, in ieder geval, ik probeer niet te moralistisch te werk te gaan, want ik wil geen moralist worden. Maar ik probeer wel vaak boodschappen mee te geven in mijn verhalen, zodat mensen eventueel kunnen denken, zo kan het ook en waarom niet. En heb je dan bepaalde periodes dat je schrijft? Want ik hoor wel eens van schrijvers, ik werk alleen van 4 uur 's morgens tot 5 uur 's middags of... Ja, ik vind het zelf het prettigste om in de herfst en de winter te schrijven. Herfst en de winter, dus daar zit jouw creatieve geest. Ja, en dat komt omdat de zomer, als die meevalt, mij van mijn concentratie afbrengt. Dus vermindert mijn concentratievermogen, omdat ik gewoon veel te graag in de zon zit. En buiten dan... kun je schrijven dan? Nee, ik schrijf zomers eigenlijk vrij weinig. Beperk ik het meestal tot de redactie van mijn boeken en zo. Volgens mij heb jij ook hulp, want laatst heb ik jou een keer gebeld en dan hoor ik zo'n hele leuke fluitachtig iets op de achtergrond. Ja, nou dat is mijn papegaai Alubis. Oh, dat is jouw papegaai? Maar dat is geen hulp hoor, dat kan ik vertellen. Nee, want af en toe moet ik mijn computer zet ik me half kwaad opzij, mijn laptop. Half kwaad opzij, omdat meneer continu mijn aandacht zadigt. Omdat hij vindt dat ik te lang met mijn computer bezig ben. Maar eigenlijk is het dus iemand die ervoor zorgt dat je een beetje reguliere werktijden hebt. Ik wil ook nog eten en ik wil nu aandacht. Ja, hij krijgt zijn aandacht sowieso wel, dat niet. Maar het is een papegaai en die wil eigenlijk 24 uur per dag aandacht. En ik heb ook begrepen dat je ook nog een hond hebt. En een kat, want ik zag laatst iets heel leuks op Facebook verschijnen. Zo'n heel klein mormeltje. Ja. Solo, dat is mijn nieuwe aanwinst, zeg maar. Een van mijn katten. Ik heb er 2. En ik heb dus ook nog een hond, inderdaad. Die vallen me weinig lastig als ik aan het schrijven ben. De hond ligt gewoon lekker bij mijn voeten en de kat ligt lekker of naast me of op mijn schoot. Mm-hmm. Alleen zo spontaan over het toetsenbord even helpen van nieuwe woorden verzinnen. Solo doet dat wel, nog. Ja? Want die weet nog niet dat ik het niet leuk vind. Maar die vindt de beelden op het scherm gewoon te leuk om. En daarbij loopt hij dus onbewust ook over de toetsen. En dan moet ik wel eventjes in de gaten houden. Want voordat ik het weet, staat mijn verhaal vol 22 K's, U's of Z's achter elkaar. Ja, hier hebben we een trouwe fan. Komt er nog eentje kijken. Kijk, die komt ook zoiets van, nou heb ik even aandacht nodig. Ja, dat is dus met dieren. Ja. Maar gelukkig is die van mij een stukje kleiner. Hoor. Die is kleiner, die gaat niet op schoot zitten. Nee, die gaat wel op schoot zitten, alleen als het mag. Alleen als het mag. Als ik het toelaat. En dan vertelde je daarnet dat je nog niet zo lang schrijft, eigenlijk pas sinds 2011. Noctula, klopt dat? Is dat je eerste verhaal? Ja, dat is het eerste boekje. Wat ik schreef, dat dus eigenlijk min of meer gewoon ook als test om erachter te komen, vind ik schrijven echt wel leuk. En ik wist dat dus niet. Ik heb het eigenlijk een beetje uit pure nieuwsgierigheid geschreven om van mezelf dus te ontdekken of ik schrijven wel of niet leuk vond om te doen.
Maar er is intussen veel meer verschenen, dus ja. Volgens mij vind je het leuk. Ja, met door Noptula te schrijven kwam ik erachter dat ik dus echt wel leuk vond om te schrijven. En dat ik daarmee door wilde gaan. Maar na Noptula, na het schrijven van Noptula, besefte ik ook dat er heel wat meer bij kon kijken om goed te kunnen schrijven dan dat ik als leek dacht. Eigenlijk wil ik bereiken dat een lezer niet eens beseft dat hij of zij een boek aan het lezen is. Okay. Maar gewoon helemaal in de wereld, in mijn wereld, opgaat. Ja, maar dat je er dus niet eens bij stilstaat, dat je constant pagina's aan het omslaan bent. Mijn bedoeling is niet om te veel in mijn eigen comfortzone te blijven hangen, maar om daar juist uit te stappen en om andere richtingen te ontdekken, ook in mezelf, op het schrijven. En dat vak te leren kennen, want daar gaat gewoon heel veel tijd in zitten. Je blijft gewoon lekker Terrence, je blijft gewoon lekker schrijven. Ik ben ook geen keihard werken in de zomer en in de winter hang je achterover met een creatieve geest. Ja.